Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een favoriete video voor jullie, namelijk de favoriete van mij. Ik had deze video nog niet eerder opgenomen deze maand. En normaal ben ik er eigenlijk al vrij snel mee in de volgende maand. Maar dit keer was ik er iets later mee, omdat ik een paar keer een shoplog had. Die heb ik er eerst doorgedaan. Maar nu is het toch echt eindelijk tijd om mijn favoriete producten van mij met jullie te delen. Mei was echt een hele goede maand voor mij qua producten. Ik had echt heel veel favorieten. Ik heb bijna geen velproducten gehad. Dus wat dat betreft was dat wel echt een heel goed teken. Overigens wil ik jullie ook nog eventjes mededelen dat ik afgelopen week begonnen ben met vloggen. Mijn eerste weekvlog staat inmiddels ook online. Ik zal hem even linken in deze video. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, neem zeker ook dan eventjes daar een kijkje. Voor nu wil ik jullie heel veel plezier wensen met deze favoriete video van mij. Ik begin met een product wat echt heel erg onmisbaar is met dit warme weer. En dat is deze Facial Water Spray van Sunna. Die is een H2O spray en deze is voor de normale huid. Deze spray die is van de Action en dit is eigenlijk gewoon een spray die meerdere functies heeft. Om te verkoelen, om je make-up te zetten. Het is gewoon zo'n water spray die je ook eventjes op je hele lichaam kan sprayen. Er zit gewoon water in. Ik vond deze super fijn. Ik vind hem echt heel verfrissend. Mijn make-up blijft er echt heel erg mooi door zitten. Ik moet zeggen, foundation wordt wel iets lastiger met de hele hogere temperaturen. Maar over het algemeen is de setting echt wel heel erg goed. En zoals ik al zei, met deze warme dagen is zo'n spray gewoon echt heel erg fijn om te hebben. Dan heb ik het Smoking Palette van W7. Dit is een palette voor smoky eyes. En je ziet hier de kleuren al een beetje achterop. Ik zal zo meteen eventjes de kleuren aan jullie laten zien. Dit is een van de laatste uitgebrachte palettes van W7. En deze is dus speciaal geïnspireerd op smoky eyes. Er zit ook een applicator bij. En zo zien de kleuren eruit. Ze hebben echt heel erg veel pigment. En het leuke vind ik aan dit palet is dat je voor een gewaagdere smoky eye kunt gaan. Maar ook wel voor een bruine smoky eye. En dat werkt echt heel erg goed. Omdat ze dus voor meerdere kleuren hebben gekozen. Ja, kun je vooral als je denkt, nou ja, ik vind een smoky eye heel mooi, maar het is voor overdag. Dan kun je zeggen, oké, ik kies voor een bruine smoky eye. Maar wil je hem echt intensiever, dan kies je voor de donkerdere kleur. Heel fijn paletten van W7. Zeker een hele erge aanrader. Dan heb ik van Essence het Light Up Your Face paletten. En dit is de nummer 10 Ready Set Glow. En dit is dus een palette met drie kleuren highlighter er eigenlijk in. Ja, je zou hier... Moet ik er wel even bij vertellen. Ik zal het even laten zien op de achterkant. Laten ze ook zien dat je ermee kunt contouren en dat soort dingen. Daar vond ik de kleuren zelf iets te licht voor. Maar om het iets aan te zetten kan het zeker wel. Ik vond wel de kleuren heel erg mooi. Wel zijn ze heel erg poederig, moet ik zeggen. Je ziet wel heel erg waar ik hem heb gebruikt. Dat is één nadeel. Maar voor de rest is het echt wel een heel mooi low budget palet met... ook een hele mooie highlighter erin. En ook wel toch wel twee contourkleuren. Maar dit ligt ook gewoon eventjes een beetje aan jouw eigen kleur van je huid. Heb je een lichtere huid, zal die er beter in uitkomen dan dat je iets donkerder huid hebt. Dan heb ik twee highlighters van Max & More. En Max & More wordt bij de Action verkocht. En dit zijn al twee heel veel besproken highlighters ook. Ik heb de 01 Nude en de 02 Pink. Dit zijn... dupes van de Bobbi Brown Brick Highlighter. En je kunt deze highlighters zowel gecombineerd als los van elkaar gebruiken. Deze heeft wat meer bruin tinten, zoals je kunt zien. Ik vind deze ook best wel geschikt om als contouringskleur te gebruiken. Hebben dan wel natuurlijk een lichte shimmer erin. Dus daar moet je wel van houden. Maar zeker heel erg geschikt. Wel een beetje poederig, zoals je kunt zien langs de randjes. Maar... heel veel pigment. Dan heb ik natuurlijk ook de roze variant. En deze vind ik ook heel geschikt om als blusje te gebruiken. Uiteraard geldt hiervoor hetzelfde als bij de nude versie. Je hebt er wel een shimmer doorheen. Dus dit moet je ding zijn. Maar dit zijn twee echt hele toffe producten die ze echt
die sinds ze hiermee zijn gekomen, zijn echt heel veel mensen hier al enthousiast over. Er zijn ook al heel veel video's van gemaakt op YouTube. Er zijn heel veel reviews over te vinden. Zeker heel erg twee hele erge dikke aanraders, omdat ze heel erg goedkoop zijn en super veel pigment hebben, dus gewoon super goed werken. Dan heb ik drie camouflage creams van Catrice. En allereerst heb ik hier de groene variant. En dit is de anti-red camouflage cream. Het is gewoon een concealer cream. Deze neutraliseert dus de roodheid. Ze zijn echt super, super creamy. Echt heel goed dekkend ook. Ik was al heel erg fan van de normale variant. En ja, deze drie die zijn ook weer echt heel erg fijn. Dan heb ik ook een rozere. Dit is voor een wake-up effect te creëren. Om je er net iets wakkerder uit te laten zien. Ik hou gewoon heel erg van deze creamy producten. Omdat deze ook gewoon echt daadwerkelijk hun werk doen. En ze zijn ook niet heel stroef. Je hoeft niet heel veel moeite te doen om ze op je kwastje te smeren. Of op je vinger, hoe je ze aan wilt brengen. Dat vind ik echt heel erg tof. Als laatste heb ik nog eentje voor anti-shadow. En deze is dus om donkere kringen bijvoorbeeld te camoufleren. En ik moet heel eerlijk zeggen, normaal ben ik niet zo'n heel groot fan van cream concealers. Maar deze drie van Catrice, die vind ik echt heel erg tof. Dan heb ik twee producten uit een limited collectie van Essence. En dat was de We Are Awesome collectie. Dit was eigenlijk een collectie voor Valentijnsdag en die lag rond mij in de winkel. Allereerst heb ik deze multicolor blush. Het is de 01 You and Me is Awesome. En dit zijn twee kleurtjes blush en hij ziet er al super tof uit met die kusjes hier erin. Je kunt deze kleuren dus ook apart van elkaar gebruiken, maar ook gecombineerd. Deze zou je zelfs ook wel als, een beetje als highlighter kunnen gebruiken. Niet dat hij heel veel shimmer heeft, maar mocht je highlighter willen gebruiken zonder een shimmer zou het kunnen. Heeft een heel erg mooi pigment, je hebt niet heel erg veel nodig. Echt een heel erg mooi product. Dan heb ik ook dit hele schattige make-up tasje. Dit is de 01 I'm Not Me Without You. En dit zijn dus lipjes. En ja, er kan niet heel veel in, maar ik vind hem echt super schattig. Een lippenstiftje of een lipglossje moet lukken. Echt heel lief. En dan heb ik ook uit die collectie een lippenstift. En dit is de 01 PS We Love Pink. Deze was verkrijgbaar in drie kleuren. En dit is een matte lippenstift. En hij ziet er zo fantastisch uit. Want hij heeft echt een hartjespatroon. Ik hoop dat het... Ik zal even mijn hand er zo voor doen. Dan ziet het ietsjes beter. Echt heel erg mooi. Hele mooie kleur. Heel mooi mat. Ik hou hier heel erg van. En super leuk bedacht met het patroon wat de lippenstift heeft. Van Catrice testte ik de Prime & Fine Smoky Effect Eyeshadow Base. En dit is een oogschaduwbasis speciaal geschikt voor smoky eyes. Deze maakt je ooglook veel intenser. En echt waar, dit doet hij echt. Ik heb hem getest in een ooglook met het smoking palette van W7 die ik eerder liet zien. En je zag echt heel duidelijk het verschil. Sorry, ik dacht dat ik moest niezen. Heel duidelijk het verschil of ik de smoky de eyeshadow base gebruikte of niet. De oogschaduwbasis is ook serieus gewoon echt zwart. Je ziet echt een zwarte kleur. Ik heb hem zelf in met een kwastje heb ik hem aangebracht. En je ziet hem, hij is niet heel intens zwart op je ogen, maar hij doet echt wat hij belooft. Dus als je echt een hele intense smoky eye wilt maken, dan is deze oogschaduwbasis zeker een aanrader om daaronder te gebruiken. Van Essence testte ik de Shine 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 Wet Look Lip Gloss. En dit is de tegenpol van de Matte Matte Matte
lipgloss in een shine versie. Een hele fijne lipgloss die echt werkelijk waar gewoon bijna niet plakt. Echt super fijn. Ik haat het als lipgloss plakt en dat doet deze niet. Deze heeft een Prisma Glow. Ik heb overigens de kleur 03 Friends of Glamour. Hij ziet er echt heel leuk uit. Is een heel fijn product. Heeft ook een heel fijne applicator. Hele mooie kleur. Echt, ik ben echt dol op deze lipgloss. Zowel op de matte variant, maar ook op deze. Want ik vind dit echt heel erg toffe producten. En ik hoop ook echt dat ze hier nog veel meer kleuren van gaan krijgen in het assortiment. Want ze zijn voor mij echt top. Van Max & More testte ik het Highlight Foundation en Contour Blush paletten. Dit bekende paletten in dit doosje, die misschien inmiddels wel heel bekend is bij iedereen. Paletten ziet er zo uit. Voor een palet van de Action vond ik dit super luxe. Echt heel erg mooi. Natuurlijk, het voelt wel een beetje plasticachtig aan. Maar het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Dan is dit het palet. Het is een lekker groot palet. Je hebt dus inderdaad contourkleuren, blushkleuren, highlightkleuren. Maar ook twee poederkleuren. Je hebt een soort van bananenpoeder erin zitten. Die je heel gemakkelijk onder je ogen kunt aanbrengen. Poeder met een gele finish die heel erg dekkend kan zijn onder de ogen. Dit is echt een palette met heel erg veel pigment. Hij is heel erg goedkoop. Je hebt hele grote... De producten zijn ook lekker groot. En je kunt er gewoon heel erg fijn in dippen met je kwast. En er zit eigenlijk voor bijna iedere type huid zit er wel een kleur in die past. Dus ik vond dit echt een heel fijn product. Ik ben hier heel tevreden over. Ik heb een nieuw favoriet contourpalet bij. En dat is dus deze van Max & More van de Action. Dan heb ik een lipgloss van de Baby Lips. En dit is een Masterizing lipgloss van Maybelline. En Baby Lips die kennen we allemaal wel van de fijne lippenbalsem, denk ik. Dit is dus een lipgloss variant. Deze plakt totaal niet. Heel erg fijn. Biedt tegelijk ook gewoon verzorging aan de lippen. En is verkrijgbaar in heel veel verschillende kleuren. Ik heb de kleur 05 Wink of Pink. Deze heeft een hele mooie glitter. Maar je hebt ze ook in matte varianten. Hele glimmende. Ik heb dus een shimmer variant. Ook zit er gewoon een heel fijn kwastje in. Of applicator. Het zijn eigenlijk geen kwastjes, maar applicators. Echt... Een hele fijne lipgloss die niet plakt. Ruikt ook nog eens super lekker. Heeft echt een beetje een zoet geurtje. Echt een heel fijn product. Voor eigenlijk best wel een lage prijs. Al zeg ik het zelf. Dan heb ik dit palette van Essence. En dit is het Blush Play Sculpting Blush palette. Ik heb de kleur 20 Play in Pink. En dit is een palette waarmee je een highlight waarmee je kan contouren en eigenlijk ook een highlighter en een blush hebt. Je denkt misschien, oké, contouren met rood. Maar serieus, dit is een beetje een donkerrode kleur. Het misstaat echt totaal niet. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Je kunt hem natuurlijk altijd ook nog combineren met een echte bronzingpoeder als je dat zelf fijner vindt. Maar deze kleurencombinaties bij elkaar zijn heel erg mooi. De highlighter is ook heel erg mooi. De blushkleur is ook echt prachtig. Ik vind dit echt een heel erg leuk palette waar je echt heel erg leuk mee, ja, zoals het er staat, play kunt spelen. En waarmee je echt ja, een hele fijne, mooie contourde wangen kunt creëren. Dan ben ik bij het laatste product aangekomen en dat is van iHeart Makeup. En dit is het Salted Caramel palette. Dit is weer zo'n chocolade palette en deze heeft 16 oogschaduwkleuren. En ik vind hem er prachtig uitzien met dat gesmolten karamel zo. Hij doet je misschien denken aan de reep van Tony's. Ik zet de naam even in beeld, volgens mij zeg ik het niet helemaal. Prachtig palette met wederom weer een grote spiegel. Je hebt hier een blaadje met de naam waar ik altijd heel fijn vind. Een dubbelzijdige applicator en echt prachtige kleuren. Echt heel erg mooi. Heel veel combinaties mee mogelijk. En ze zijn wel een klein beetje poederig, maar je hebt wel combinaties met een shimmer tinten. Je hebt matte tinten. Het is echt een heel erg mooi palette waar je heel erg mooie looks mee kunt creëren. En super gepigmenteerd zoals we eigenlijk al bij de andere palettes gewend waren. Weer heel erg fijn. En het ruikt ook echt
zo lekker naar chocolade. Ik hou echt van deze palettes. En ja, ook dit is echt weer een toppertje uit de collectie. Dan waren dit mijn favoriete producten van mei. Het is wel grappig, want tegenwoordig heb ik een bak staan waar ik de producten in leg, zodat ik niet alles weer los bij elkaar moet gaan zoeken. En dan kom je eigenlijk ineens weer producten tegen, omdat het nu alweer een maand verder is, dat je denkt, oh ja, dat heb ik ook nog getest en dat was ook een heel fijn product. Dat je dat best wel snel een beetje eventjes een soort van kan vergeten. En als je dan die producten weer ziet, dan denk je, oh ja, dat was ook heel top. Dus ja, heel leuk om eventjes terug te blikken op de maand mei. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk vindt, doe even een duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's en dus mijn vlogs die ik sinds afgelopen week maak, abonneer je zeker even op mijn kanaal. En dan zie ik je heel erg snel bij de volgende video. Doeg!